Ik ben een jaar of 6, 7 geleden begonnen met golf. En ja, het begon door mijn vader. Die nam me mee naar de golfbaan op Strijen. En ja, daar begon ik met een kindersetje Dunlop, weet ik nog goed, Loco. Begon ik te golven. En met de pro daar, Dio da Cruz, op een gegeven moment, een jaar of 4 geleden, echt begonnen met lessen. En sinds een jaar of 3 competitie spelen. En ja, nu op dit moment handicap 4,9. En veel wedstrijden aan het spelen, veel aan het trainen. Nu lessen met Hans van Burg. En het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Dat is ook waarom je hier bent, denk ik. Of, dat is ook waarom ik hier ben, ja. Ik merk vooral in de wedstrijden dat ik wat meer rust in mijn spel wil. Dus hoe verwerk je slechte bal vooral? Hoe ga je om met druk? Dat soort dingen. Daarvoor ben ik hier. Heb je het idee dat je hier de tools krijgt om daarmee aan de gang te gaan? Dat aspect, het mentale aspect van je spelletje te verbeteren? Ja, er zijn behoorlijk wat mentale aspecten die ik in mijn spel kan verwerken en ook kan meenemen naar de wedstrijden. En ook tijdens de training, bijvoorbeeld linkshandig, tweezijdig trainen. Ik merk ook vooral aan mijn lichaam nu. Ik ben dan vorige week in Turkije geweest en daar heb je alleen maar rechtshandig geslagen. Je merkt gewoon dat je lichaam toen veel moeier was. Je gaat meer in je armen merken dan dat ik nu merk. Dus je merkt gewoon dat je een stuk fitter in je lichaam zit. En veel minder last van blessures. En de I-kracht, ben je natuurlijk ook flink mee aan het voordat ik hierheen kwam hadden we natuurlijk al een soort proefles op Grevelingenhout gehad. En dan, toen merkte ik al dat het aardig lukte om in I te komen. En nu hoef ik er eigenlijk bijna niet eens over na te denken. Ik doorloop die stappen gewoon en dan ben ik er. En hoe helpt dat jou? Wat ik al zei net, het helpt mij door meer rust in mijn spel te brengen. Dus ik merk doordat ik in I ben dat ik rustiger over de green loop, rustiger de pre-shot routine doe op de T-box, dat soort dingen. En wat voor effect heeft dat op jouw prestaties? Daar gaat je natuurlijk ik merk dan vorig seizoen als ik een slechte hole had, dan was het ook gelijk een 8 of een 9. Dus het was niet gelijk een bogey of een dubbel bogey, het was gelijk erger. En nu merk ik als ik één bal slechter uitsla, dan kan ik het goed repareren door middel van niet weer blijven revancheren, blijven aanvallen. Maar het lukt me goed om weer de schade te beperken, zeg maar. Dat komt voornamelijk ook doordat ik rustig ben en in I ben. De hele hol. En ik heb jou wel horen zeggen deze week, ja, eigenlijk zouden al mijn leeftijdsgenootjes moeten weten. Iedereen die ambitie heeft. Ja, je merkt gewoon vorig seizoen, begin van het seizoen, goed seizoen gehad. Midden en het einde van het seizoen, midden vooral was wat slechter, einde weer wat beter. Maar ik merk gewoon ook begin van de winter dat ik, voordat ik met Hans ging trainen, vast zat. En omdat Hans ook een Iron Shirt of Golf pro is, merk je gewoon dat hij, ben gelijk in die stappen gaan trainen. Het was gelijk, als ik hem op Sevi Rotterdam zag, dan vroeg hij van hoe gaat het in 1, hoe gaat het in 2. Dus die stapjes takeaway en horizontaal in je swing. Het is ten eerste veel makkelijker communiceren en ten tweede, door die Tai Chi swing kan je ook gewoon makkelijker gericht trainen. Dus het voelt gewoon allemaal een stuk makkelijker. Je merkt ook dat je veel meer vooruitgang boekt met golf. Is je swing er echt beter van geworden? Zeker deze 2 weken. Ik was natuurlijk al bezig met Hans om die, ik had een soort overswing in mijn swing. En die 2 maanden geleden mee begon om die eruit te halen. Die is er al aardig uit. En nu helemaal is het eigenlijk meer de takeaway aan het verbeteren. En daardoor, wat Reinhard ook zegt eigenlijk, de takeaway is het belangrijkste onderdeel van je hele swing. En natuurlijk ook de doorkomst en eigenlijk al die stappen. Maar bij de takeaway gaat het eigenlijk al fout als je die fout hebt.
Kun je tot slot wat vertellen over de ijzerhemdtechniek? Dat is natuurlijk waar de... Ik merk natuurlijk al zelf wel, doordat ik al een aantal wat jaren golven en ook een wat lager niveau heb bereikt, dat ik al behoorlijk wat ijzerhemden onder de knie heb. Dus ik merk gewoon al dat mijn voeten al gewoon goed geankerd staan. Mijn heupen staan gewoon al stevig. In mijn eindstand merk ik al dat vooral die zelfverzekerde eindstand, die helpt ook gewoon bij de volgende slag die je weer gaat maken. Want je voelt je gewoon een stuk zelfverzekerder. Maar het is meer de puntjes op de i dan eigenlijk compleet die ijzeren hemd opnieuw leren. Omdat je het eigenlijk al voor een groot deel onbewust in ieder geval deed. Onbewust inderdaad, ja. En heeft hij het nog eens toegevoegd waarde dat je dat nu bewust kunt doen? Nee, deze week hou ik me eigenlijk minder bezig met de ijzeren hemd. Omdat, wat ik net al zeg, dat heb ik al. Ja. Maar het gaat me vooral om hoe ga je met druk om, hoe verwerk je slechte slag. Dat zijn mijn belangrijke onderdelen waarvoor ik ook hierheen ben gekomen. Ja. En daar ben je dus progressie op aan het boeken. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Intuïtief putten tot slot, wat vind je daarvan? Putten, technisch putten, rechtshandig is eigenlijk mijn sterkste onderdeel. Dus ik probeer niet te veel intuïtief over te gaan nemen in mijn rechtshandig putten. Maar vooral de rust die je dan hebt op de green, dat neem ik wel vooral mee naar mijn rechtshandige technisch putten. Dus als jij dus activeert en je gaat gewoon lekker doen wat je rechtshandig al doet, hoe ervaar je dat dan? Dan merk ik dat ik gewoon een stuk rustiger ben. Een stuk minder met eigenlijk... het gaat eigenlijk een soort vanzelf. Dus je koppelt gewoon de lijn, je leest de lijn van veel kanten. En de snelheid merk je natuurlijk al op de oefengreen, maar merk je vooral op de eerste green waar je aankomt. En als die twee aspecten kloppen, dan in i komen en dan putten. Hol je meer put? Dat heb ik nog niet echt gemerkt, want we hebben hier vooral linkshandig intuïtief geput en nog niet echt rechtshandig bezig geweest. Wel in het half uurtje voor het eten met Hans nog even rechtshandig geput. Maar ik merk wel dat het geeft gewoon een stuk meer rust in je spel. Dat is wel fijn.